Vlinderman Jan heeft zijn reuzenmot maandenlang sappige blaadjes gevoerd. Net zo lang tot zijn rupsje nooit genoeg zich ontpopte tot deze oogverblindende beauty. Ja, ik heb hem. Het is een nachtvlinder die hoort te slapen. Meestal 25 centimeter, dat is gangbaar voor deze soort. Die komt uit Thailand en Maleisië. Ja, het is natuurlijk fantastisch. Ik hoop altijd nog dat ik die 30 centimeter plus kan halen, want dan wordt het natuurlijk een wereldprimeur. Nou zie je pas hoe groot die is, hè, als het ware. Hoe vind je dat eng? Een beetje oranje met een paar stippen en een beetje paars. Dat ze doorzichtige vleugels een beetje hebben en dat vind ik er cool aan. Het is de grootste vlinder ter wereld. Geloof je of niet? Sommige bezoekers krijgen bij het zien van zoveel schoonheid spontaan vlinders in de buik. Was het eerste wat ik hoorde dat hij dat was, dacht ik van daar moet ik bij zijn. Die wil ik zien. Ja, prachtig. Echt geweldig hoe groot hij is. De reusachtige nachtpauwoog kroop donderdagavond uit zijn kokon. En heeft dus nog maar een paar dagen te leven. Zou u wel eens een vlinder willen zijn? Nee, want dan leef ik zo kort. Heel voorzichtig van mijn hand af. En dan ga je... Oeh, ja. Jee, hij zit. Kijk, dit is natuurzijde. Dit is ook zo'n kokon van zo'n atlasvlinder. Hoe komt die vlinder nou zo groot? Ik heb deze gekweekt. Toevallig had ik hele mooie bladeren kunnen vinden van de liguster. En daardoor is die vlinder waarschijnlijk een beetje groter uitgepakt dan anders.